Goedemiddag. Ja. Ja, 15 jaar top GGZ, dat vieren we vandaag. En hoe? Kijk nou die zaal vol, dat is echt prachtig. Ja, ik ben zelf blij en trots, Walter, dat ik aan het einde van deze mooie, interessante middag, dat ik jullie dan mag toespreken, omdat Top GGZ al 15 jaar dat netwerk is van experts in de complexe, kwalitatief hoogstaande, evidence-based, zeer betrokken topzorg voor mensen die die vorm van GGZ zo nodig hebben. Ja, Ellen Mogendorf, we hebben vanmiddag geleerd dat jij echt het begin en het einde bent van alles wat zich ongeveer afspeelt hier. Dus jij geeft leiding aan de mensen die het bestaan van dat netwerk mogelijk maken. En je representeert ook al die mensen die dat netwerk vormen nu maar even. Want als ik jou feliciteer, dan feliciteer ik jullie allemaal. Dus van harte. Ja. Dat is voor jullie. Een paar maanden geleden, toen liep ik binnen bij de Viersprong in Halsteren. In de hal daar, dan zie je meteen dat je bij de Viersprong bent. Maar er staan ook twee banners. Eén van de Nederlandse GGZ en één van Top GGZ. En als je dat zo neerzet, midden in de gang, die twee banners, dan moet dat wel belangrijk zijn voor je identiteit. Kijk, ik werd natuurlijk sowieso helemaal warm van die ene banner. Dat heb je nou eenmaal als voorzitter van die club. Maar die andere banner, dat is ook iets moois. En ik vroeg het aan Hester den Hertog, de collega van dagvoorzitter Walter Franke. En ze zei, natuurlijk Rut, wij zijn nu eenmaal helemaal top GGZ. Al onze cliënten krijgen die zorg. En dat willen we graag laten zien. Dus vandaar die banner. Wat dat is, die zorg, dat is vanmiddag natuurlijk al op allerlei manieren belicht. Wat het oplevert voor patiënten met complexe zorgvragen. Hoe top GGZ-afdelingen, hoe die samenwerken. Aan het verbeteren van de zorg, hebben we alles over gehoord. En ervaringsperspectieven van patiënten en naasten met hoogspecialistische zorg, dat allemaal. Ik leg er nog naast de betekenis voor de sector. Want die is groot. De Nederlandse GGZ heeft zo'n 120 leden en die bieden natuurlijk niet allemaal topklinische zorg. Maar bij de kennis die top GGZ-afdelingen ontwikkelen en bij de expertise die ze meebrengen, daarbij heeft de hele GGZ baat. En daarbij dus alle patiënten op weg naar herstel. En 15 jaar top GGZ is 15 jaar lang werken aan de topklinische GGZ, aan de kwaliteit, aan de innovatie, aan de doelmatigheid ervan. En het is daarmee een garantie voor de lerende GGZ. En het resultaat mag er zijn. Ik heb drie voorbeelden. Het aantal top GGZ-keurmerken, dat neemt gestaag toe. Alleen al deze zomer kwamen er 52 bij, heb ik me laten vertellen. En ten tweede, het top GGZ-keurmerk is opgenomen in de handreiking contractering van de hoogspecialistische GGZ. En dat is een belangrijke maatschappelijke erkenning en ook GGZ-brede erkenning van dat keurmerk. En tenslotte, het kwam al een paar keer voorbij, een mooie mijlpaal. In het nieuwe Integraal Zorgakkoord wordt de top GGZ met name genoemd. De bekostiging moet geregeld worden. Ja. En of, maar ook hoe dan ook, dat staat er ook. En daar gaan we gewoon echt voor, om dat goed te regelen in de implementatie en in de uitvoering van het ISA met de afspraken die daarover gemaakt worden. Kijk, dit alles dat laat alleen al zien wat er veranderd is in die afgelopen 15 jaar, want ik geloof, ik was er toen nog niet bij, anderen wel, maar 15 jaar geleden schijnen er nog een hoop mensen van overtuigd moeten worden van die meerwaarde van de top GGZ. Toen. En dat zijn we gelukkig helemaal voorbij. Terecht. De Nederlandse GGZ en de top GGZ, die hebben veel samen te doen. Naast elkaar, hand in hand, samen sterk, zeg ik erbij. Elk met een eigen invalshoek, elk met een eigen taak. Wat betreft die belangenbehartiging kunnen wij als Nederlandse GGZ het nodige voor de top GGZ betekenen. Bijvoorbeeld dan die lobby bij het ISA.
En mijn oproep is, blijf ons als Nederlandse GGZ alsjeblieft inhoudelijk voeden op alles wat er nodig is voor de top GGZ. He, dat moet je weten. En dan kan je er wat mee. Maar naast die lobby wil ik nog een paar onderwerpen noemen waar we veel aan elkaar kunnen hebben. En zonder daarbij ook maar enige pretentie van volledigheid. Ik noem gewoon een paar dingen. Allereerst de arbeidsmarktproblematiek. Iedereen die hier in de zaal zit, die heeft daarmee te maken. Het is een probleem voor bijna alle sectoren waar het gaat om werkend Nederland. Maar het is in de zorg misschien nog wel erger en steviger. Het wordt steeds moeilijker om genoeg goede mensen te vinden. En dat moet wel, om al die zorg die nodig is, om die te kunnen blijven leveren. En dan is de vraag, hoe behouden we onze professionals? Wat kunnen we daaraan bijdragen als werkgever? Hoe zorgen we voor die stimulerende, voor die uitdagende werkomgeving? Ja, dan is het wel heel mooi dat je daarvoor staat dat top GGZ-keurmerk, dat een magneet is om mensen met ambitie te trekken en om ze te houden. Het stimuleert uitdaging. Het stimuleert een goed leerklimaat. En dat versterkt die inspanningen die de instellingen moeten leveren om die goede mensen te vinden en te houden. Tweede wat ik wil noemen, dat is die andere ordening van zorg waar we naartoe willen. In de termen van het Integraal Zorgakkoord, de beweging naar de voorkant. Kijk, dat willen we niet omdat specialistische zorg niet nodig zou zijn of dat het niet belangrijk zou zijn. Nee, integendeel. Wij willen ruimte creëren voor de mensen die het echt nodig hebben. Door meer in te zetten op preventie, op vroegsignalering, op verkennende gesprekken. En ook door de inzet van innovatieve nieuwe vormen van zorg. Ook digitaal. En die ambitie die leidt natuurlijk tot de discussie of het wel werkt. En voor welke doelgroep je dat dan doet. Ik denk dat juist de topklinische afdelingen daaraan expertise kunnen leveren. Evidence-based expertise. Ja, Altrecht bijvoorbeeld heeft aangetoond dat intensieve traumabehandeling, dat online voor mensen met ernstige PTSS net zo effectief is als face-to-face behandeling. Een ander voorbeeld, VIPE van GGZ Eindhoven. Je kunt bij VIPE terecht als je een psychose hebt meegemaakt of als je een buitengewone ervaring hebt doorgemaakt. Stemmen in het hoofd of een visioen of de beleving dat onzichtbare krachten boodschappen doorgeven. Dat soort dingen. Daarbij maakt VIPE met succes gebruik van e-health. Van toepassingen als bijvoorbeeld PsyMate app, ik geloof dat die zo heet, waarin mensen dagelijks hun ervaringen kunnen bijhouden en die dan ook echt helpen. En de topklinische afdelingen kunnen ook helpen om inhoud te geven aan die al gauw zo platgetreden term dat het is, de beweging naar de voorkant. Eerder vanmiddag viel de term al, HYPE, Helping Young People Early, van GGZ Centraal, Marjan noemde hem al. Dat is een programma dat helpt bij het vroeg detecteren van kenmerken van een borderline persoonlijkheidsstoornis. En in juni van dit jaar kreeg dat HYPE van top GGZ het felbegeerde keurmerk. Kijk, zomaar wat voorbeelden van 15 jaar top GGZ. En we gaan door. Ja. In het strategisch plan staan echt stevige ambities in. Ik lees ze even voor. Voor de komende jaren leggen we daarom accenten op thema's als het actief en breed verspreiden van kennis, expertise en innovaties. Ook op het gebied van preventie. Op de inzet en optimalisatie van consultatie en advies. Op het meten en verbeteren van kwaliteit van leven. En op de doorontwikkeling en implementatie van de decision tools als hulpmiddel bij de juiste zorg, op de juiste tijd, op de juiste plaats. Samenwerking in netwerken is hierbij steeds het adagium. En die ambitie, die past echt naadloos bij wat de Nederlandse GGZ wil. Dat past ook naadloos bij de doelstellingen die voortvloeien uit het ISA. Innoveren, aandacht voor preventie, consultatie en advies, versterken van de kwaliteit van leven. Ja, ik voorzie dat wij elkaar in die komende 15 jaar, dat we elkaar ook dan kunnen blijven vinden en blijven versterken. Want er is een hoop te doen. Ik wil nog even terug naar die Bennis van Hester. In de hal van de
de viersprong. Die banners naast elkaar. Dat is echt meer dan symbolisch. He, want topklinische zorg, vervat in een keurmerk, vormgegeven in het werk van alle dag, he, dat is waar het om gaat. Juist op het grondvlak bewijst top GGZ hoe belangrijk is. Dat vertelde Hester mij. En ze vertelde het volgende. We kregen een meisje binnen, zei ze, waarmee het helemaal niet goed ging. Ze stal, ze spijbelde, ze was onhandelbaar voor de ouders. Ze zat zwaar in de knoop met zichzelf. En haar ouders, vertelde Hester, waren niet hoog opgeleid. Vaak wordt die topklinische zorg inderdaad gezien als elitair, als chic, als ver van je bed. Maar het is bewezen effectieve zorg. Heel praktisch, niet alleen gericht op klinisch herstel, maar ook breder op maatschappelijk herstel. En Hester vertelde, in dit geval hebben wij als Viersprong de ouders begeleid in hoe ze met hun dochter om moesten gaan. In gedragstherapeutische tools, hoogspecialistische zorg bij de mensen thuis, 3 dagen in de week. En na afloop belde Hester de moeder om gewoon eens te evalueren. Toen zei ze, ik was voorbereid op het aflopen van een hele lijst bevindingen. Maar die moeder zei, meid, je gelooft het niet. Ik heb na 17 weken mijn dochter weer terug. Ik weet gewoon niet hoe ik het heb. Kijk, daar doen we het voor. Dat je met topklinische behandelingen zo het verschil kan maken. Ik wens jullie toe dat top GGZ dat kan blijven doen. Zo het verschil te maken. En het prachtige werk dat de afgelopen 15 jaar gedaan is, dat markeren we. En het netwerk dat er staat, dat vieren we. En we kijken uit naar wat er komen gaat. Opdat er nog veel meer patiënten en hun naasten met bewezen zorg nieuw perspectief krijgen op herstel. Via kennis delen, via certificeren, via faciliteren. Van harte dus. Ellen en iedereen die Top GGZ vormt. Al 15 jaar het netwerk van experts in complexe zorg. Lang zullen jullie leven in de gloria. Dankjewel. Heel goed.